allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een grote action shoplog. Namelijk, ik was laatst weer naar de action gegaan om een action shop met mij te filmen. Dat was eventjes geleden. Gewoon puur door tijd was dat er even bij ingegaan. Maar er was weer een action shop met mij gekomen waarin ik jullie helemaal meeneem door de winkel heen. Wat ze op dit moment allemaal hebben. Dus als je die nog niet hebt gezien, ga die hier zeker even nakijken. Die staat al live op mijn kanaal. Maar vandaag ga ik jullie dus laten zien alles wat ik op deze shoptrip heb gekocht. Met dat allemaal gezegd hebben, voordat we erin gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet dan vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu in de tassen gaan duiken. Als eerste, en deze kennen jullie misschien al, maar ik heb gelijk een tweede gehaald. Want deze had ik een tijdje geleden gekocht en sindsdien gebruiken wij hem elke dag. Dit is de Storage Plus karaf voor in de deur. En die wordt verkocht voor €2,99. Deze is insane en super handig. Dus als ze deze nog hebben bij jouw action, echt waar, ik raad je aan, koop deze. Het is geweldig. Hij is helemaal van glas. Alleen het enige wat van plastic is, is de deksel. En die heeft een heel handig systeem dat je er op en af kan ploppen. Werkt echt top. Hij kan dus helemaal in de vaatwasser. En nog een mega voordeel. Hij past dus perfect in eigenlijk elke koelkastdeur. Vaak zijn zulke waterkaraffen te groot. Passen niet makkelijk in de koelkast. Deze zijn dus echt gemaakt om in de deur te zetten. Die andere gebruiken we dus nu echt elke dag. Helemaal top. Heeft al een paar keer in de vaatwasser gezeten. Is echt geweldig voor dat geld. Voor €2,99 is dit echt een heel goed product. Dus vandaar, toen ik naar de Action ging, had ik deze op mijn lijst staan om er nog één te halen. Want het chillen is natuurlijk, als je de ene in gebruik hebt, kan je die andere al koud zetten. Dus dat was mijn idee. Want deze gebruiken we nu zoveel. Had ik zoiets, dit is echt wel waard om nog even eentje te halen. Dus ja, voor €2,99 echt de aanrader. Dan iets wat ik letterlijk nog nooit heb gedaan. Ik heb namelijk een kledingstuk gekocht van de Action. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik keek er dit keer alleen omdat ik zo was van, is er iets interessant om te filmen voor de shop met mij. En toen zag ik dit jurkje liggen. Ik heb een L meegenomen. Ik vind het een beetje spannend, want ik heb nog nooit kleding gehad van de Action. Ik wil zeggen dat het als een 44, 46 valt. Ik ben benieuwd. Ik heb dus nul ervaring met hoe het valt. Ik zal wel even naar de zijkant gaan. Dan zien jullie hier een aanbeeld. Maar ja, ik vond deze gewoon heel leuk, want hij heeft een beetje dat skatermodel dat hij strakker gaat bij de waist, dan wat meer uitloopt. Lange mouwen en hij heeft dus helemaal een sterretjespatroon eroverheen. En ja, jullie weten, alles met sterretjes vind ik altijd helemaal leuk. En deze werd verkocht voor €9,95. En ik dacht, voor een tientje vind ik het wel heel erg leuk om dit uit te proberen. Ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Dit zorgt er wel voor dat ik gelijk zo was van, oké, ik moet vaker kijken bij de dameskleding van de Action. Want ik vond deze oprecht echt heel erg leuk. Dus ik hoop dat die past. Want voor een tientje is natuurlijk heel weinig geld. Dus ja, laat me vooral weten. Heb jij ervaring met de Action kleding? En wat vond je van de kwaliteit? Blijft het lang leven? Vallen de maten altijd hetzelfde? Ik zou het heel graag willen weten, want ik heb er nog nul ervaring mee. Ik hoor graag van jullie in de reacties. Dan deze had ik gekocht als cadeautje. En ik vond hem daarvoor heel erg leuk. Dit is een Barber gift set voor Hin. En hierin krijg je allemaal verschillende baardproducten, zeg maar. Je krijgt een 2-in-1 shampoo en shower gel, een face balm, een beard oil, een beard en hair wax. Plus een, zeg maar, ja, borsteltje voor je baard. Een haar... kam. Ik vond het gewoon heel erg leuk. Vinden het ook de verpakking er leuk uitzien. Dit is gewoon als kleinigheidje bij een cadeautje. Want degene die had om geld gevraagd. En ik had zoiets van ja, het is altijd, ik weet niet. Ik vind geld geven altijd, ik snap het. Als je het nodig hebt en dat je erom vraagt. Maar het is niet leuk om te geven. Dus ik dacht, dit is wel leuk om als kleinigheidje zeg maar erbij te geven. Deze gift set Man Beard vijfdelig was €5,95. Dus voor €6 vind ik het best leuk pakket. Ik denk ook echt wel een goede om te onthouden voor als je pa of een broer of whatever jarig is, dan zijn zulke dingen ook heel erg leuk om te geven. Dan bij de knutsel en schoolspulletjes heb ik twee dingen meegenomen. Als eerste heb ik deze floral wire en dit is 25 meter. Het is dus gewoon van dat hobbydraad. Die hebben ze echt in mega veel kleurtjes. Ik ben voor de gouden gegaan, want ik wil er iets mee proberen. Ik heb geen idee of het gaat lukken, dus ik ga het ook nog niet vertellen wat ik ermee wil gaan doen. Ik wil het eerst uit gaan proberen, maar het is sowieso gewoon heel erg budget te vinden bij de Action. Metaaldraad op klos is namelijk maar €0,59. Dat is
echt heel erg weinig, vind ik. En ik koop deze al vaker bij de Action. Ik heb ze in alle kleuren al wel eens gekocht. Ik gebruik ze namelijk voornamelijk voor bloemenkransen maken. Voor aan de deur vind ik ze heel handig. En ze zijn gewoon net zo goed als duurdere. Dus als ik een idee heb, dan koop ik deze eigenlijk altijd van de Action. En van de schoolspulletjes zag ik deze liggen. Deze waren €3,99. Lagen niet echt bij het knutselgedeelte. Maar daar zou het ook wel prima hebben kunnen liggen, zeg maar. Dit zijn Fineliner Fine Tip pennen. En hier krijg je er 24 stuk. En ze hebben een tip size van 0,8 mm. En je krijgt ze dus in super veel vrolijke kleurtjes. Aan de ene kant heb je dus alle vrolijke kleuren. Aan de andere kant wat meer donkerdere herfst-winter kleurtjes, vind ik het. Ik was hier super benieuwd naar. Want ik schrijf heel vaak bijvoorbeeld ook met winacties en zo persoonlijke briefjes erbij. En ik dacht heel leuk om dan misschien deze daarvoor te gebruiken. Want ik hou sowieso ervan om dat een beetje kleurrijk te maken. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Waren €3,99 voor 24 stuks. Eerst dacht ik €3,99 best wel aan de prijs, dacht ik eerst. Maar toen had ik nog niet gezien dat het 2 rijen aan pennen waren. De achterkant, de voorkant. Ja, ik dacht eerst dat het 12 waren, maar het zijn er 24. Dus best wel wat. Ik ben hier heel benieuwd naar. We gaan het gewoon uitproberen. Laten we dan wat bone items nog doen. Ik heb namelijk de Airwick Apple Crumble voor mezelf gekocht. Ik had namelijk deze laatst in de vorige Action Shoplog gekocht, maar die had ik voor mijn pa meegenomen. En toen ik hem weer in mijn handen had, toen was ik echt zo van, oh mijn god. Deze ruikt namelijk echt alsof iemand in je keuken de appeltaart aan het maken is. Dit is de lekkerste geur. Ik had dit keer ook voor het eerst echt alle geurtjes lopen ruiken van Airwick die de Action heeft. Maar dit blijft mijn favoriet. Ze hadden er eentje, die was heette Mango, maar die vond ik echt naar Pessoa ruiken. Vond ik niet zo lekker. En ze hadden nog 2 andere, maar die vond ik al bij een beetje moe. Maar in elk geval deze Apple Crumble, echt waar. Als je de geur van appeltaart lekker vindt, ga deze vooral ruiken. Het ruikt echt heerlijk. Ik krijg er gelijk zin van om appeltaart te eten altijd. Maar ja, omdat ik deze dus laatst voor mijn pa had gekocht en eraan rook, dacht ik echt, oh, die wil ik ook weer graag in huis. En ik had van jullie de tip gehad, want ik vind namelijk de potjes heel erg lelijk, als ik heel eerlijk ben. Want er zit zo'n lelijk, swirly, beetje oudbollig ontwerp overheen. Maar jullie zeiden allemaal dat dat vrij makkelijk eraf te halen was. Dat je ergens gewoon een beginnetje moet maken en dat je het dan heel simpel eraf kan rollen. Dus ik ben benieuwd. Ik ga het proberen. Bedankt voor de tip. En de Airwick Apple Crumble is €1,99. Is wel wat van de duurdere kaarsen, zeg maar, die de Action heeft. Maar dit is ook wel echt van Airwick, zeg maar. Het is echt een merk in plaats van Action zelf. Maar €1,99 is natuurlijk alsnog heel erg betaalbaar. Als laatste qua woon. En hier ben ik super benieuwd naar. Ik ga hem wel alvast even openmaken. Eigenlijk doe ik dat dan nooit, omdat ik nog close-ups moet maken. Maar deze had ik ook in de shop met mij gefilmd. Ik vind deze zo vet. Dit zijn de Marble Coasters. En het is een set van 4. Dit zijn ze. Echt heel erg vet. Ik wilde heel even kijken, want ik had namelijk laatst ook zo'n set, nou ja, laatst een jaar geleden of zo, bij de Blokker gekocht. En die hadden mij een beetje gebamboezeld. Namelijk was het zo dat de eerste bovenop ook zo helemaal wat wit is, met een paar detailvlekjes erin. Maar daar ging ik eigenlijk voor. Maar toen zat er echt er één onder met echt een dikke lijn erdoorheen. Gewoon van de steen zelf. Maar dat vind ik niet mooi. Als het echt zo'n grijze streep erin heeft. Wij hebben niks grijs in het huis. Dus dat past totaal niet. Maar nu had de Action dus gewoon helemaal zijn eigen variant. Ze hadden deze witte en een grijze helemaal. Als dat wel je ding is. Maar deze witte zijn echt gewoon wit met wat spikkeltjes erin. Heel erg mooi. Zijn dus echt steen. Ze zijn mega zwaar. Onderzetters 4 stuk marmer 10×10 cm diverse kleuren werd verkocht voor €3,99. Voor €4 4 stenen onderzetters. Het is echt een koopje. Ik vind het echt een mega aanrader nu bij de Action. Het oogt gewoon niet alsof het van de Action komt, zeg maar. En al helemaal niet dat het €4 is. Dus dit vond ik een hele goeie. En hij heeft trouwens ook anti-slip aan de onderkant zitten. Laten we dan naar alle beauty items gaan. Ze hadden dit keer weer echt hele toffe dingen. Als eerste zag ik nu deze Under the Sea Makeup Brush Set with Brush Holder van Fab Factory. En ik vond deze gewoon geweldig. Je krijgt namelijk een roze, een beetje aparte kleur roze. Zit een beetje peachy in. Krijg je een schelphouder waar je de kwasten in kan zetten. Wat echt heel erg schattig is. En hierin krijg je dus 5 kwasten. 1 poederkwast. 1 platte oogschaduwkwast. 1 meer blending losse oogschaduwkwast. Een foundation kwast. En een schuin afgesneden blush
kwast. Heel erg leuk. Ik vind ook de verpakking geweldig. Zit met gold foiling overheen. Weerkaatst heel erg tof. Deze heb ik meegenomen voor de welbekende make-up kwasten video. Hij komt er nog steeds aan, jongens. De laatste tijd namelijk zit ik echt gewoon een beetje met mijn tijd, heel eerlijk. Ik film video's, edit ze gelijk. Ik loop dit keer echt gewoon een beetje... Hoe zeg ik dit goed? Zeg maar, ik leef van upload naar upload. Het is echt gewoon, als zaterdag een video live komt, dan edit ik hem vrijdag. Normaal gesproken werk ik niet zo, want het geeft mij superveel stress. Er is zeg maar geen ruimte dat er iets mis kan gaan. Normaal gesproken loop ik wel een paar video's vaak voor. Maar de laatste tijd is het gewoon zo druk hier geweest. Thuis, zeg maar, met dit huis verkopen, ons nieuwe huis, afspraken voor onze trouwerij, wat ik aan het regelen was. Dus zulke video's schieten er dan als eerste bij in. Echt die review video's, mooi of sorry video's, die kosten het meeste werk om te filmen. Maar als ik dus wat meer voorloop, ga ik deze zeker maken met dat ik allemaal verschillende make-up kwasten van de Action ga uitproberen. Gelukkig wisselen ze niet zo snel het assortiment. Dit was de enige die nieuw was. En bijna alle andere sets die ik nog heb liggen, die verkopen ze nog steeds. Dus die video komt eraan wanneer ik weer wat meer voorloop. En deze set wordt maar liefst verkocht voor €4,95. Dat is super goedkoop. Dat is niet eens een euro per kwast, want je krijgt er ook nog een stand bij. Dus ik ben hier mega benieuwd naar. Deze gaan we dus binnenkort samen kijken of het mooi of zooi is. Of het geld waard is. En dan ook bij het beauty gedeelte zag ik nu deze 100% vegan lip balm 2-in-1 sugar scrub. Ik vind dit heel fascinerend. Ik heb geen idee hoe dit zou kunnen werken. Want het is dus een lippenbalsem en een scrub in één. Dat, je zou zeggen dat is totaal het tegenovergestelde. Dus ik heb geen idee hoe het beide kan doen. Maar daardoor genoeg gefascineerd dat ik hem heb meegenomen. Hij was ook wel echt heel erg budget. Deze werd namelijk verkocht voor €1,19. En deze hadden ze ook echt in heel veel fruitjes. Hadden ook peer, aardbei, van alles heb ik zien hangen. Maar ik ben zelf voor watermeloen gegaan. Ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Ik vind het nog steeds grappig dat het twee totaal tegenovergestelde doeleinden heeft. Dus we gaan zien of dit daadwerkelijk iets is, ja of nee. En dan bij de haaraccessoires nam ik deze 12 haarelastiekjes mee. En dit zijn zeg maar de kleinere variant van degene waar ik altijd bij zweer. Want die zijn namelijk best wel breed en ja, dik gewoon. Die zijn perfect voor mijn haar als ik zeg maar één staart of knot wil maken. Want ik moet echt een stiekje hebben die al het haar omhoog kan houden. En daarvoor zijn die echt... Ik raad je ze heel hard aan. Die zijn maar 99 cent ook. Dat zijn deze dus ook. Maar het zijn precies dezelfde stukjes, alleen wat kleiner en dunner. En ik dacht, deze zijn perfect als ik twee staartjes maak of knotjes... Twee. Dat doe ik best wel vaak, maar die andere vond ik dan weer te dik. Dan kreeg je zo'n, ja, best wel fikse ruimte, zeg maar, tussen je hoofd en daadwerkelijk het knotje, als het minder haar was. Dus ik dacht, deze kleine variant zal daar misschien wel perfect voor zijn. Dus daarvoor heb ik deze meegenomen. Deze hadden ze wel alleen in het zwart bij mij, niet in verschillende kleuren. Wel heeft de Action soms deze in verschillende kleurtjes. Maar ik ben benieuwd, ga het uitproberen. In elk geval van die grote ben ik heel erg fan. Dus ik denk dat ik deze ook wel heel tof ga vinden, voor als ik zeg maar mijn haar in verschillende delen opdeel. Bij de haarproducten zag ik nu dat ze weer de Baby Batiste hadden. Ik vind ze zo schattig. Kijk hiernaar, het is zo klein. Dit zijn de Batiste Hydrate onzichtbare formule. Het staat allemaal in het Duits en ik kan geen, ja, kan niet heel goed Duits. Maar in elk geval, het is dus gewoon droog shampoo zoals altijd. En dit zijn de 50 ml baby flesjes en deze zijn geweldig. Als de Action ze heeft, neem ik ze eigenlijk altijd mee, want ik gebruik deze eigenlijk altijd op vakantie. Want daarvoor zijn ze perfect, want ze zijn gewoon lekker klein. Voor in je koffer, daar heb je niet meteen zo'n heel groot product erin. Ze werken gewoon precies hetzelfde verder als de normale Batiste droog shampoo. En deze wordt verkocht voor €1,29 per stuk. Is dus wel een stuk duurder dan dat je gewoon de grote, zeg maar, koopt bij de Action. Volgens mij is die €2 of €3. Dus ja, in vergelijking zijn ze wel duur, de kleine variantjes. Maar alsnog, €1,29 is niet veel geld. En zoals ik al zei, perfect voor vakantie. Daarvoor kan ik je ze echt heel erg aanraden. En ook bij het haargedeelte hadden ze nu weer mijn conditioner, die ik altijd meeneem op vakantie. Dit is de L'Oréal Paris Elvive Total Repair 5 Extreme Intens Herstellende Conditioner. Dit is mijn persoonlijke favoriete conditioner die je budget kan kopen. Bij de Kruidvat en alsnog wat van die merken vind ik dit de allerbeste die er is. Zelf gebruik ik vaak kappersmerken, maar als ik op vakantie ga, is dit mijn go-to. En ze hadden hem nu weer. De vorige keer had ik hem opgemaakt op vakantie en ik had hem weer nodig, maar ze hadden hem een tijdje niet bij mijn Action. Maar nu zag ik hem weer staan. En deze wordt verkocht bij de Action voor
€2,39. Wat echt heel erg goed geprijsd is. Dat is veel goedkoper dan dat je het bij een drogisterij haalt. En dit is echt een aanrader dus. Ga deze vooral een keertje proberen als je hem ziet staan bij de Action. Het is echt een hele fijne conditioner. En dan alweer als laatste bij de kassa. Daar hebben ze altijd alle batterijen hangen. En deze had ik nog nodig, want dit is namelijk de batterij die in mijn microfoon zit. Die net buiten beeld hangt, dus die kunnen jullie net niet zien. Maar dit is de Panasonic Alkaline Power 9V batterij. Die gaat daarin, die doe ik er altijd in. Die haal ik dan gewoon bij de Action. Het is een stuk goedkoper om daar batterijen te halen. Want deze wordt verkocht voor 99 cent. Voor een batterij is dat heel erg goedkoop. Dus dan kan die weer in de microfoon. Eén keer in de zoveel tijd dan verwissel ik hem maar voor de zekerheid. Want het is altijd een beetje lastig. Want deze microfoon heeft aan de achterkant, wat logisch is, de indicatie van of die bijna leeg is, ja of nee. Of dat die vol aanstaat of iets. Maar dat kan ik niet zien als ik aan het filmen ben. Dus dat is altijd heel erg eng. Als die daadwerkelijk, zeg maar, de batterij op is en hij uitvalt terwijl ik aan het filmen ben. Dat is één keer gebeurd. En dat was heel vervelend. Want dan had ik allemaal video's opgenomen. En ik had geen idee dat hij niks opnam. Dus daarom doe ik altijd gewoon, ja, als ik een beetje op gevoel doe ik hem dan verwisselen. Waarschijnlijk veel te vroeg. Maar dat vind ik altijd wel prettig. Dan weet ik dat hij opneemt. Maar 99 cent dus batterij bij de Action zijn helemaal prima. Nou, dat was dan alweer alles wat ik deze keer had geshopt bij de Action. Niet mega, mega veel. Vaak zijn jullie meer van mij gewend. Maar ja, wel allemaal dingen waar ik heel erg blij mee ben en zin heb om te gaan gebruiken. Ik vind in elk geval dat ik weer hele leuke dingetjes heb gescoord. En ik hoop natuurlijk vooral weer dat jullie het leuk vonden om deze video te kijken. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Die nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je maar me opvalt. En wie weet zie je zelf er wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel, heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye! Every night.